Loop jij? Vandaag is het al een maand stil. Zoals jullie waarschijnlijk hebben meegekregen, is Luc plotseling overleden. Dit is een project van ons samen die nog niet af was, maar wij hebben hem afgemaakt. Voor Luc. Dit is Lieke. De coronacrisis heeft mentaal veel impact op haar gehad. Ik heb gewoon het gevoel alsof ik al een jaar niet meer mezelf heb kunnen zijn. Daarom neem ik haar mee op reis om haarzelf weer terug te vinden. En als ik elke influencer ooit ter wereld mag geloven, is er maar één plek om dat te doen. Bali. Dit is Luc en Lieke op zoek naar zichzelf. Na een vliegreis van 16 uur zijn we geland op Bali. Om echt te landen op dit prachtige eiland bespreken we, natuurlijk met een biertje, waarom we hier nou eigenlijk zijn. Hey Lieke, het is natuurlijk allemaal leuk en aardig. We gaan naar Bali, we gaan onszelf zoeken. Maar waarom doen we dat? Ja, ik heb afgelopen jaar gewoon best wel een fucked up jaar gehad. Bijvoorbeeld, mijn gezondheid ging niet goed. Dus ik kreeg te horen van je bent ziek en we weten niet wat het is. Maar het kan zijn dat je niet heel lang meer hebt. Dus ja. Nou ja, dat is wel even incasseren. Ja. Dus dat was mentaal best wel zwaar. Daarnaast viel al mijn werk weg, waar ik heel veel geluk en energie uit haal. Dus dat vond ik lastig. Door corona was er een lockdown, dus je hebt ook geen afleiding of iets. Er is ook geen uitkijkpunt van je, maar dan wordt het weer leuk. Ja. Zo waren er nog heel veel dingen waardoor ik gewoon zoiets had van maar wie is dan de Lieke die overblijft als alle poespas omheen wegvalt? En toen kwam ik er eigenlijk best wel snel achter dat ik eigenlijk 0% geluk uit mezelf haal. Dat ik het alleen maar uit mijn omgeving haal. En toen dacht ik, ja, dat moet gewoon anders. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van de dingen om mij heen om maar een beetje geluk te ervaren. Ja. En ik denk om geluk te kunnen voelen in jezelf, moet je ook blij zijn met jezelf. En jezelf accepteren en waarderen. En dat is voor mij nog wel een leerpuntje. Ja. Dus dat is de reden dat ik hier zijn. Daar kan ik nog wel eens boos over worden op jou. Daar kan jij wel eens boos over worden, ja. Maar waarom ben jij hier, Luc? What the fuck? Wat doe je hier? Nee, ja. Een soort van, ik heb niet, zoals jij, het idee dat ik op zoek moet naar mezelf. Maar wat ik wel heb, is dat ik ben altijd heel sceptisch over dit soort dingen. Maar ik vind het wel interessant om het een keer mee te maken. Om het een keer te ervaren en te zien van, wat gebeurt er dan? Wat doe je dan allemaal? En waar loop je misschien tegenaan? Maar voor zover ik het weet, hoef ik niet op zoek naar mezelf. Jij denkt dat je op je 27ste jezelf al helemaal gevonden hebt? Ja, dat denk ik wel. Ik heb niet zoveel shit in mijn leven. Dat is heel erg bevoorrecht dat ik dat kan zeggen. Maar ik heb dat niet. Ja, dat is fijn. Dus ik denk dat het zo is, maar we gaan het meemaken. Ik ben in ieder geval benieuwd of yoga er wat aan mij kan dragen. Het schijnt dat yoga helpt om verbinding met jezelf te krijgen, doordat je contact maakt met je lichaam, adem, gedachten en gevoelens. Met één les kom je niet ver, dus daarom heeft Luc een yoga-retreat geboekt. Ik heb er zin in, maar ik heb eigenlijk ook geen idee wat ik kan verwachten. Oké, Luc, zijn we dan? We zijn er! Yoga-retreat. Je mag hier 3 dagen lang niet roken en niet drinken. Ja, dat meen ik. Wat maakt hun het nou weer uit dat ik rook? Ja, dat is ongezond. Oh, wat een gezeik. Jezus Christus, zeker ook vegan? Het is ook vegan. Ja, echt? Ja, oh, nee. Wat een ellend. Oh, dat meen jij niet. Oh, ja. Oh, ik heb trouwens ook een verrassing voor jou. Heb je ook een verrassing voor mij? Ik heb een verrassing voor jou. Wat heb je voor mij gekocht dan? Ja, een yoga outfit. Want jij stond in je zwembroek. Oh, een tanktop. Als er iets is wat ik goor vind. Ik voel me nu helemaal yogi. Ik voel me helemaal yogi. Jij gaat zo voor lul lopen. Oké, nou perfect. Als jij niet roken, zie ik er voor lul uit. Oké, top, kom. Ja, het worden echt de leukste 4 dagen deze. Ja. Jezus Christus. Maar even, ik mag echt niet roken hier. Nee, je mag echt niet roken. Ja, maar zij kunnen toch niet zeggen dat ik dat niet mag? Nee, dat mag hier gewoon niet. Nou, hier baal ik van. Ja, dat weet ik. Ik zag al geen asbakken staan. Ik zat al te kijken, waar zijn de asbakken? Kom, we gaan naar de kamer. Hier, dit is jouw kamer. Numero sixo. Numero sixo. Seks. Ja, dat is gewoon in het Frans, hè? Ja. Toch? Nee. Oh. Nou, zullen er ook wel zeker van zijn dat je hier alleen slaapt? Ja. Een mooi roze bedje voor dit prinsesje. Ja. Ik word hier helemaal in het gereel gehouden, joh. Ik kan geen kant op. Is misschien wel een keer goed voor je. Ik ben op zoek naar mezelf, maar zorg ervoor dat ik echt mega ver van mezelf af moet gaan. What the fuck? Oh ja, heerlijk. Niet drinken, niet roken in 1-persoonsbed. Goed, we gaan het leuk hebben. Yoga is wel echt, daar heb ik zin in. Dan zijn we straks helemaal lenig. Kunnen we het gaat niet in 3 dagen zomaar hoor. Nee? Nee, dat gaat helaas niet in 3 dagen, maar we gaan ons best doen. Joh,
Je kan meer dan je denkt. Met een goede ademhaling, hè, zit je zo in een split. Precies. Okay. Goed, ik ga mijn kamer opzoeken. Ga jij maar lekker vast... Ik ga even bijkomen van het nieuws. Ja. Oh, wat een gezeik. Ik ben inmiddels bijgekomen van de schrik en helemaal klaar voor de eerste yogales. Luc was nog nergens te bekennen. Normaal gesproken zorgt hij ervoor dat ik op tijd kom. Maar vandaag moet ik hem uit zijn kamer sleuren om mee te gaan. Luc! Ja? Wat is er? Ja, gozer, je hebt mij gewoon echt... Laat zien. Het is, ik heb nog niet spontaan zeg maar een fucking bun op mijn hoofd. Niet leuk. Ik bedenk me nu dat ik ook voor lul loop met jou naast me. Ja. Dus ik heb eigenlijk ook... Maar jij hebt gewoon een hip pakje aan. Ja. Die heb ik ook zelf gekocht. Ja, hè, je hebt voor jezelf natuurlijk ook hips gekocht. En voor mij, ik zie er gewoon uit alsof ik... Ja. Oké, we moeten opschieten. Ja, let's go. Kom. We zijn te laat. Jij was te laat. Ja, dat wilde je niet. Nee. Oh. Zin in? Ik heb er wel zin in, maar het is wel de yin-yoga, hè? Maar moet je wel oefeningen doen of zo? Nee, je moet gewoon heel veel stilzitten en luisteren. En... Ach, dat meen jij niet. Ja. In het begin was wel echt, toen dacht ik wel echt, wat is dit nou weer voor ons? Ik had er een beetje een hard hoofd in toen ik hoorde dat dit therapie-yoga was. Ik dacht, nou god, waar gaan we? Toen ging ze god over allemaal soort van energielijnen in je lichaam. Toen dacht ik echt van, oké, het zal wel. En toen op een gegeven moment zei ze van ja, toen waren we in zo'n ademhaling en toen was ze ja, voel je center. Toen dacht ik, nou, oké, Luc, even je best doen. Ik ging even proberen. Toen dacht ik, oh ja, oké, ik voel hier mijn center. En toen zei zij zo, ja, hij moet zeg maar onder je drie vingers onder je navel zitten. Dus toen dacht ik zo, oké. Dus het was echt, ja, nee, dat begin was echt waardeloos, vond ik. Keep your arms up towards the ceiling, extend your fingers. Eigenlijk heeft deze yogales mij echt heel veel gebracht, heel veel inzichten, want ik besefte ineens dat ik totaal in disconnectie sta met mijn lichaam. Echt volledig. Bijvoorbeeld mijn lichaam geeft nooit aan als ik honger heb of dat soort dingen. En ik dacht eerst altijd dat die linkjes in mijn hersenen gewoon niet werken. Maar nu besef ik dat ik eigenlijk nooit echt naar mijn lichaam luister. En ik zat daar even over na te denken en ik denk wel dat ik weet waardoor dat komt. Vroeger als kind, ik walgde echt van mezelf en op een gegeven moment was ik er zo klaar mee dat ik zoveel energie verspeelde aan me zorgen maken om mijn lichaam of boos zijn op mijn lichaam dat dit het is wat het is, dat ik eigenlijk heb besloten om gewoon volledig te negeren. En ik besefte tijdens deze les dat om mentaal gezond te zijn, heb je die connectie met je lichaam nodig. En ik hoop heel erg dat yoga ervoor kan zorgen dat ik mijn lichaam weer ga omarmen en dat ik lief ga zijn voor mijn lichaam. Na de les ben ik eigenlijk vooral blij dat het klaar is. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, na dat liggen, een soort van geforceerd liggen en niks doen, daarna voel je je wel even helemaal tot rust. Toen de les klaar was toen, en dan word ik verdrietig, maar ik was gewoon een beetje ontdaan. Omdat ik gewoon boos op mezelf was, doordat ik ineens besefte hoe ik zo erg mijn lichaam altijd maar weggegooid en geen aandacht heb gegeven qua ongezond eten, roken, drinken, gewoon alles. En ik heb gewoon al jarenlang niet positief in de spiegel kunnen kijken. En in plaats van dat aan te pakken ben ik het gewoon gaan negeren en heb ik het er gewoon gedaan alsof het er niet was. En dat besefte ik gewoon heel erg tijdens deze les. Dus toen het klaar was, toen daalde dat allemaal een beetje in. Dit is Kim Laros. Kim is een digital nomad die al een aantal jaar op Bali woont en werkt. Zij heeft zichzelf hier helemaal gevonden, dus wij zijn benieuwd of zij ons tips kan geven over hoe ze dat gedaan heeft. Heb je wel wat van die dingen gedaan waar wij natuurlijk in dit programma mee bezig zijn? Allemaal van die ja, spiriwiri dingen, zeg maar. Mm-hmm. Ja, dan zou je bijvoorbeeld echt door een Balinese sjamaan echt een waterhealing kunnen gaan doen. Met heilig water. Yeah. Hij gaat waarschijnlijk ook iets van je handen lezen daarbij. En iedere keer ben ik weer verbaasd wat het met je doet. Want yeah, het gaat absoluut iets met je veranderen. Okay. Absoluut. Dat geloof ik niet. Oh ja, ben je ook echt heel nuchter? Ik ben heel nuchter. Dan ben jij dus perfect om dit te gaan doen. Je moet wel echt jezelf openstellen, dus niet daarheen gaan van ja, maar bij mij werkt het niet. Nee, ik ga er wel met een open blik in dit programma. Ik probeer het allemaal te doen. Goed, Luc is sceptisch, maar dat is niet nieuw. Kim neemt ons mee naar een traditioneel zuiveringsritueel in heilig water.
Voordat we dit ritueel ondergaan, moeten we ons eerst omkleden in de juiste kleding. We nemen de bloemen en de wieren ook mee, alsof we voor de goede geesten. Voordat we echt het water induiken, moeten we een intentie bedenken waar we ons op willen focussen tijdens het ritueel. Ik ben benieuwd of Luc er echt zo open in gaat als hij zegt. Ik heb als intentie genomen geluk in de liefde. En wat ik nu wel merk, dat is al heel lang niet gebeurd bij mij. En daar sta ik nooit zo heel erg bij stil. En ik merk wel nu ik dit aan het doen ben, oh ja, dat is wel iets wat ik misschien een beetje gemist heb de afgelopen jaren. Dus ik merk wel dat dat soort van iets met je doet. Dat je dus, als je zo'n intentie uitspreekt en je staat erbij stil, dat dat wel iets losmaakt ofzo. Dus dat vind ik wel bijzonder. We doen alles 3 keer, vertelden ze net. En dat is ook echt specifiek 3 keer, want dat is kennelijk een soort heilig getal. Ik vroeg me, mag ik het dan 4 keer doen of 5 keer? Nee, het moet echt 3 keer. Maar goed, ik ga nu nog 1 rondje doen, want ik heb er nu 2 gedaan. En je moet dus nog 3 rondjes in totaal. Wat vonden we ervan? Ik vond het heerlijk. Ik voel me echt mega open. En het feit dat je gewoon, eigenlijk is dat een terugkerend iets. Gewoon even dat moment voor jezelf. En even reflecteren op, oké, waar wil ik naartoe? Wat is mijn wens? En daar even volledig op focussen. En dat helemaal bij jezelf. Ja, ik vind dat heerlijk. Ja, ik herken dat echt inderdaad. Je wordt even uitgehaald waar je in was. Even terug naar, waar sta je? Waar wil je naartoe? En dat gewoon een paar keer herhalen. Ja, ik vind het toch altijd wel een mooi iets, hoor. Maar jij, want jij ging er best wel sceptisch in. Nou ja, wat jullie zeggen, dat is eigenlijk elke keer. Dat inderdaad het moment voor jezelf, zeg maar, de stilstaan bij iets wat je dan zelf uitspreekt. Dat vond ik wel mooi. Ja. Daar werd ik wel een beetje emotioneel van of zo. Van dat het. Nou, wat denk je dat ik gekozen heb? Ik denk dat jij dat wel kan raden. Misschien iemand naast je. Ja, het is wel iets waar ik niet dagelijks bij stil ga staan van, ach, kut, weer niet gelukt, zeg maar, weet je wel. Ja. Maar dus dat je het dan nu eventjes heel vaak uitspreekt en er heel erg soort van mee bezig bent, ja, dat is. En welke emotie voelde je dan erbij? Ik weet niet zo goed welke emotie je dan voelt. Het is meer gewoon, besef of zo, iets zeggen, besef dat je het uitspreekt of zo, dat is denk ik. Ja. Wat had jij voor intentie? Wil je dat delen? Wat denk je? Ik denk meer balans met je lichaam. Nee. Oh. Ja, nee. Had ook gegund. Had gegund. ik had houden van mezelf. Oké, dat is ongeveer hetzelfde eigenlijk misschien wel. Ja, ik ben heel blij dat we dit gedaan hebben. Het volgende waar Kim ons mee naartoe neemt is een lezing door een sjamaan. Ik ben heel benieuwd wat ze over ons te zeggen heeft. En ik denk dat vooral Luc niet kan wachten. Oké, Luc, ik heb bedacht. Jij gaat als eerst. Ik ga als eerst. Ja, want ik weet gewoon, als wij eerst gaan en we gaan ons verhaal vertellen, dan ga jij al een mening creëren. En ik denk dat je er gewoon blanco in moet gaan om het beste resultaat te behalen. Ja, dat ben ik wel met je eens. Ben je zenuwachtig? Nee. Oh. Nee, jij bent wel zenuwachtig. Ik ben wel zenuwachtig. Are you sit there? Yes. So now she's gonna read your energy body. Actually, from the energy body that you have very strong. Strong energy that is able to inspire others and able to become a center of attraction from the outside. De reading, zeg maar, die had ze best wel goed. Toen dacht ik ook al van ja, maar dit zijn ook heel generieke adviezen. Dit kan je eigenlijk tegen iedereen zeggen en dan, dan is het een goed advies. Maar toen ging ze die handlezing doen en toen ging ze gewoon echt de mist in. Toen zei ze gewoon dingen die echt niet kloppen. From your hand that is yet not balanced. Between what you receive and you give. So now you need to practice on giving, the power of giving. Ze zei dat ik meer moest geven, terwijl ik ben iemand die heel veel geeft, die altijd dingen voor andere mensen doet, die altijd mensen helpt. En dus ja, ik kan bijna niet meer geven. Dus dat, nee, daar was ik het echt niet mee eens. Thank you. Thank you. Oh, mijn been slaapt. My legs asleep. Ze heeft wel mijn been in slaap gebracht, dus ze heeft wel magische krachten. Pas op. Met Luc's been, food, leg, sleep, is het tijd voor mijn lezing. Ik ben stiekem best een beetje zenuwachtig voor wat de sjamaan over mij te vertellen heeft.
receiving love and also service for yourself. Could be say thank you to yourself, could be, you know, like appreciate yourself, yeah? Could be take care of your own health. Okay, perfect. Ik vond het mooi dat ze die dingen zei en dat ze ook uit zichzelf noemde van self-love, Leek, come on, hou van jezelf. Gewoon allemaal punten waarvan ik denk, ja, je hebt gewoon gelijk. Suksuma, thank you. Na een paar yogalessen zijn we erachter gekomen dat Luc niet heel flexibel is als het op yogaposes aankomt. Vandaag is het weer een nieuwe ronde met nieuwe kansen en het is tijd voor meditatieve yoga. Leek. Yo. Het is yoga tijd. Yoga. We hebben hier echt een ongelofelijke bende van gemaakt. Knap, hè? Twee dagen. Het is echt niet normaal. We zijn twee dagen hier. Het is een grote typisch bende. Ja. Oké, kom, we gaan. Ja, we moeten opschieten, Luc. Duurt lang, jij was te laat. Ik was te laat. Ja, ik zit hier al de hele tijd. Ja, dag. Ja. Hoe gaat het met niet roken en niet drinken? Ja, op. Ja. Ja, helemaal klaar. Naar de doorbraak van gisteren ging het vandaag iets minder goed. Ja, ik had eigenlijk gewoon echt geen focus. Ik merk ook dat die oefeningen met mijn ademhaling tegelijk, dan denk ik, ja, moest ik nou inademen als ik naar boven ging of als ik naar beneden ging? En dan ben ik daar weer mee aan het struggelen. Nee, dat was niet mijn lesje. Nee. Ja, ik weet, ik voel het gewoon niet. Het was, zeg van, ze moesten allemaal, hey, hoor je de gecko op de achtergrond? Daar meten ze dus gecko's. Maar je moet dus, ja, ze zegt van, je moet dit voelen en deze energie en dit. En ik voel dat gewoon niet. Het is er gewoon niet. Dus ja, dat kan er weinig mee. En op het moment dat ik zelf geen invulling meer had van hoe ik mijzelf kon vermaken, dacht ik, ik ga even Luc vervelen. Dus toen ging ik een beetje met hem praten en lachen. Maar ze heeft hij op een gegeven moment zijn hoofd weggedraaid van me. Toen dacht ik, nou, dan moet ik het maar met mezelf doen. Wat ik wel had vandaag, je mocht van haar, mocht je, zeg maar, kussens onder je billen doen en zo. En daardoor zat ik wat chiller, waardoor ik me iets beter kon focussen en waardoor het ook wat fijner was. Maar nee, ja, deze les was ook niet voor mij, want dit was soort van alleen maar meditatief. En ik vind juist het lichamelijke nog wel leuk. Maar het meditatieve niet echt. Dus wederom is yoga tot nu toe niet echt voor mij. De eerste dagen op Bali zitten erop. We hebben veel gemediteerd, veel verschillende yogalessen gehad. Zelfs acroyoga, wat verrassend goed ging. En we zijn helemaal gereinigd. Ik heb nu al veel nieuwe inzichten gekregen. En jij, Luc? Nee, helemaal niet. Oh, nice. Nee. Weet je, dat is ook een beetje wat ik zei. Het heeft voor mij gewoon, ik voel er niks bij, er gebeurt verder niks. Het enige wat ik wel meeneem is dat ik gewoon niet zo flexibel ben. Dat heeft het me wel geleerd. Dus in zekere zin heb ik dan, ja, ook iets over mezelf gevonden. Heb je toch iets gevonden? Ontdekt? Ja, nee, ja, fair enough. Je hebt ontdekt dat je niet flexibel bent. Nee, dat wist ik wel, maar wel, ik ben nog minder flexibel dan ik al wist. En ik vond het leuk. Ik vond het, zeg maar, het fysieke deel van yoga, dus de stretches en ook echt het kracht, dat is echt wel krachtoefeningen ook. Dat vond ik echt wel leuk. Dus daar had ik wel plezier in, maar het meer spirituele deel, daar had ik verder helemaal niks aan. Ja. Dus ik denk, en dat is denk ik de conclusie wat mij betreft, als je dus echt zoals jij op zoek bent naar jezelf en een beetje hulp daarbij nodig hebt, dan kan iets als yoga daar echt wel bij helpen. Maar voor mensen zoals ik die daar totaal niet mee bezig zijn, denk ik niet dat yoga echt heel veel toevoegt. Behalve dan dus het lichamelijke. Ja, mooie conclusie. Toch? Alright, nou dat was dan de eerste aflevering. Heel erg bedankt voor het kijken. Vol met inzichten. Als je de volgende aflevering ook wil zien, abonneer dan vooral op dit kanaal. Laat in de comments even weten wat je ervan vond. Doe een blauw duimpje omhoog, het belletje aan. Je weet hoe het werkt op YouTube. Wij zien jou heel graag de volgende keer. Ciao. De ballen.